pakkenswaard, Raf de Wolf. Het zuiden is echt een beetje tam hoor, dat verwachten wij van boven de rivieren niet. Wij denken dat het in het zuiden altijd één groot feest is, dus we graag wat meer applaus voor deze mannen. Voor de deurtrappers gaan we het opnieuw proberen. Staat hier Jaro Sporen. Gaat al beter, gaat al beter. Gaan we naar de eerste, want van het starttek staat daar Jordi van den Heuvel. Kijk, goed zo de eerste. We gaan naar Gelderbalsen met Brent de Keizer. Gaan we kijken wat het hoge noorden ons brengt. De Vivocrossers, Jesse Elsenga. Ook daar gaat het goed hoor. Unitas Assedan, Kiroi Kuipers. Gaan we naar Zoetermeer 77 met Maddox van Dijnen. Kijk, dat is het westen van het land momenteel. Hè? Gaan we naar de Missiecrossers. Gaan we het opnieuw proberen aan de andere kant van het land met Kiano van Vlimmeren. Heel goed. Succes mannen. Nou, we zijn weg hoor met Kiano van Vlimmen. Kiano van Vlimmen of Van Denen. Van Denen of Van Vlimmen. We gaan kijken als ze uit die bocht komen. Zien we dat Van Denen inmiddels op 3 zit en Vlimmen aan de leiding. We gaan ook meenemen van de Heuvel daar zo op de 2. Maar er komt een motor aangereden en dat is dan Jesse Elsenga. Hij zet de turbo erop. Elsenga zet de turbo erop en de turbo gaat er meteen weer vanaf. Want Van Denen schuift door naar 2. Van Denen schuift door naar 2. Aan de leiding is nog steeds Kiano van Vlimmen en Pistenkosters. Van Denen daar op 2. Waar gaan we naar Van de Heuvel kijken? Van de Heuvel zit daar op de 3 plaats. Van de Heuvel 3. Daar komt die allemaal nog aan. Dat is Raf de Wolf. Raf de Wolf wil nog een rol gaan betekenen in deze finale. Vooraan nog één man. Van kop tot fin is ijzersterk gereden. A-finale voor hem. Kiano van Vlimmeren. Oké, volgende finale staat voor weer een start. De boys-categorie van